En toen zei ik, nou, lees hem dan maar voor. En toen pakte ze de telefoon erbij en toen zei ze, de uitvaart is in besloten kring. En wij werden ingedeeld om in het theater te spelen, waar de mensen, nadat ze anderhalf uur bij Claudia de Breij keihard hadden gelachen, nog even een drankje gingen doen. Of dat wij dan het naprogramma gingen maken. Fantastisch dat jullie alle 18e waren. Dan gaan we nu met z'n allen lekker wat drinken in de foyer. En toen zei ze bijna tegelijk, we hebben geen foyer. Die was er niet. Hoi, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met comedians en cabaretiers herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Deze keer is de gast Emiel van der Locht, winnaar van de Comedy Slam, finalist van het Kamerettenfestival en op dit moment toert hij met zijn derde avondvullende show langs de Nederlandse theaters. We namen deze show op in een kleedkamer van de stad Schouwburg in Utrecht en ik heb heel erg veel gelachen met Emiel. Hij was sowieso de eerste gast die gewoon een lijst met optredens op papier had meegenomen om maar niks te vergeten. Ik hoop dat jij tijdens het luisteren net zoveel lol hebt als ik had tijdens het opnemen. Als dat zo is, tip dan je vrienden dat ze ook deze podcast moeten luisteren. Of als je luistert via iTunes of Apple Podcast, laat dan een recensie achter of geef 5 sterren. Dan zorgt Apple er namelijk automatisch voor dat meer mensen zien dat deze podcast bestaat. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Emiel van der Locht. Nee, laten we er gewoon aan beginnen. Gelijk aan beginnen. Wat is... ik weet al waar we moeten beginnen. Ja? Want... Jij bent ook voorbereid. Ik heb... is leuk. Je hoeft dit niet voor te bereiden. Ja, maar dat heb ik wel gedaan. Oh, dat is, mag. Ja, dat mag. Ik heb een hele lijst. Heb je er eentje waar je specifiek mee wil beginnen? Want ik weet dat wij aan het appen waren en dat jij mij iets appte en dat ik dacht... Wacht. De hel... Jij zei, je weet vast nog wel andere scheidshows van me, haha, voor Antoine diep in België. Toen zei ik, die weet ik niet eens meer, maar die komt vast wel weer bovendrijven. Waarop jouw reactie was, oh ja. En toen ik die doofstomme man met een beroerte ging afzeiken, omdat hij niks terug zei. Ja, dat was de... Wat de hel. Ja, wat de hel. Hoe moet je dat uitleggen? ik hou van interactie. Vind ik leuk. En dat gaat 98% van de tijd gaat dat heel goed. En één keer tijdens de Kamerettentournee met Kiki Schippers en Olde Osborne was er een meneer die Kiki kwam supporten. Er was een kennis van Kiki. Maar hij moet natuurlijk 3 acts kijken. En ja. Hij zat ook bij mijn act. En ik vind improviseren leuk. Dus ik ga met die man aan de slag. Weet ik veel, de standaardvragen die je doet. Wat doe je voor werk? En die deed maar niks. Dus zat hij op een gegeven moment zijn vrouw een beetje zo aan te kijken. Dus ik ging hem daarop afzeiken. Moet je dat nou aan je vrouw vragen? Moet je dat? Zo, een standaard van ik win. En toen hoorde ik achteraf dat die meneer een beroerte had gehad. En dus helemaal niet meer kon praten. Die kwam alleen even Kiki supporten. Dus. Okay. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen, dan valt het mee. Want zoals jij het appte, dacht ik dat hij ook nog eens... Oh, dat ik wist dat hij doof stom was. Nee, maar dat hij een beroerte had gekregen tijdens de show. Van mijn spelen. Nee, zo erg was het niet, nee. Nou snap ik hoe jij het hebt gelezen. Ja, tuurlijk. Hè. Hoe lang ben je doorgegaan op deze man voordat je door had? En weer verder met de show. En weer verder. Ik ben toen op een gegeven moment doorgegaan op die vrouw. Maar die zei het niet. Omdat zij wel aanvoelde dat dan te ongemakkelijk zou zijn voor iedereen. Dus daar heb ik een interactie mee gehad. En toen ben ik doorgegaan en mijn show afgespeeld. En toen liep ik af. En toen vertelde ik dat dus tegen Kiki. Dat liep echt voor een meter. Die vent is helemaal niks. Ja, dat is dus een kennis van mij, vertelde ze toen. En dan het hele zielige verhaal erbij. Toen ben ik hem in de pauze op gaan zoeken. Om het goed te maken. Met handgebaren heb ik uitgelegd dat het... Ja. Dus dat was uiteindelijk oké. Maar in interactie, dat is heel leuk. Maar dat kan af en toe misgaan. Dat weet jij ook. Want ik kwam hier binnen. We zitten in de kleedkamer van de Blauwe Zaal van de Schouwburg in Utrecht.
En ik kwam binnen, toen was jij een cadeautje aan het inpakken. Of verklap ik dan dingen uit je show? Nee, die hoor, nee, dat zie je meteen staan als je binnenkomt. Oké, okay. want je geeft aan het eind een cadeautje aan degene die het meest hebt... afgezeken. Heb afgezeken. Ja. Want je bent een gentleman. Maar als je zegt 98% van de tijd gaat het goed, dat betekent dat er ook 2% van de tijd is. Dat het niet goed gaat. Wat is de meest pijnlijke manier waarop dit fout is gegaan? De allerergste, wat voor mij ook echt heel erg was, was de, in de try-outs van deze show, ging er op een gegeven moment een sms'je af bij een vrouw. Ja. En dat hoort niet in het theater. Dus, en ik zat haar ook daar een beetje op af te zeiken. En toen zei ik, nou, lees hem dan maar voor. En die vrouw die weigerde best wel veel. Maar ik ben gewoon zo lang doorgegaan totdat ze hem voorlas. En toen pakte ze de telefoon erbij en toen zei ze... de uitvaart is in besloten kring. Hoe lang is dit geleden? Dit was de try-outs van deze. Ik speel hem vanaf... eind 2018, oktober 2018 is er geweest, ja. En als je nu iemand in de zaal hebt die waar je dingen aan vraagt en die weigert het, hoe lang blijf je nu nog? Nee, dat is de... Nee, oké. Okay. Bedankt voor het gesprek. Volgende. Ja. Dat hebben we geleerd. Ja, dat is inderdaad zo'n leermoment. Ik heb dat ook gehad, dat je in het begin... Blijf je doorgaan, de mensen? Nee, maar wat? En je voelt op een gegeven moment voel je vrij snel aan ze. Ja, misschien is dat niet zo'n goed idee. Misschien is er een reden dat deze persoon. Ja. Want, want dat is de ene kant, dat mensen een hele goede reden hebben om niet te antwoorden. Of omdat ze iets pijnlijks hebben. Of omdat ze überhaupt niet in staat zijn om te antwoorden. Oh, stond er. Maar je hebt ook nog natuurlijk. De mensen, zeker als je interactie aangaat, die ofwel gewoon niks zeggen en denken, gaan we door met je show. Maar lang genoeg mijn bek houden, dan gaat hij wel weg. Dat is het, ja. Wat doe jij daarmee? Dan blijf ik toch altijd wel even proberen. Of ik kijk of dat de partner erbij is en dan doe ik het via die. Ja. Ik vind als iemand echt niks zegt en dat dan zo te laten, dan vind ik dat ik verloren heb eigenlijk. Ja, verloren niet, maar toch? Ik probeer er altijd nog wel iets van te maken. Ja. Ja. Oh, we worden opgesloten nu. Ja, er gaat als een stalen rolluik naar beneden. Als je ons kwijt bent over een paar weken, we zitten in de kleedkamer van de Blauwe Zaal. En het begint een beetje raar te ruiken. En er komt grijze wolkjes uit de hoek gekringeld. Oké. Nou, we gaan gewoon lekker verder. Precies, het zal vast wel niks zijn. De andere die je ook hebt, zijn de mensen die denken, ja... Dat zal wel zijn, Emiel van der Locht. Hè, ik met je comedy carrière. Ik ben grappiger. Ja. Heb je die al gehad? Of schrik je die vooraf zo af? Nee, die schrik ik wel ook wel een beetje af. Maar ik denk niet dat ooit zo is misgelopen dat hij echt had gewonnen. Ja, als je net begint, dan heb je nog niet de gevatheid om hem kapot te maken. Ja. Maar dat gebeurt eigenlijk niet meer. Nee. Moet ik goed nadenken. Ik wil niet jinxen, want dan heb ik het vanavond waarschijnlijk. Nee, dat niet. Nee. Nee. En anders dan, als het echt niet lukt, dan kan je altijd nog vragen van, nou, dude, zullen we het gezellig houden en wil je biertje? En dan lossen we het zo op. Ja. Dat is ook al lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ik lijk sympathiek. Heb je iemand serieus wel eens gevraagd om op te houden? Zo letterlijk? Nee, toch? Nou, met andere woorden. Maar van, zullen we het gezellig houden of kunnen we het oplossen met een biertje? Heb ik wel eens een keer gevraagd, ja. Oh, okay. Zo, ja. Ja, zoals je het zei, klonk het alsof je... Wil je nu alsjeblieft ophouden? Ophouden in mijn gezicht te slaan? Ik wil heel graag mijn andere minuten nog doen. Maar net als met die vrouw die van de uitvaart, het vervelende, het maakt niet uit, soms heb je een naar antwoord, maar het vervelende daarvan is dat heel de zaal op dat moment denkt, jij bent een eikel. Ja. En dat heeft toen, en ik had hebben maar een try-out, daar hebben ze een punt, terwijl ik kan niet weten dat zij een uitvaart heeft. Nee. Dus toen heb ik zeker, denk ik, 10 minuten of een kwartier dat we eerst goed moeten maken met haar en wat erg en bla bla bla. En toen kunnen zeggen van, nou, vind je het oké dat ik dan in de pauze met jou even kom huilen en drinken we er wat op en zo. En mag ik dan nu verder? Vinden jullie dat oké allemaal? Bijna slijmerig van, mag ik alsjeblieft verder? Anders kijk ik naar huis. Ja, dus dat is het vervelende wel. Ja, dat is interactie.
Ja, ja, dat gevaar heb je. En op dat moment dat je 10 minuten lang moet lijmen voordat je verder kan, heb je op zo'n moment dat je denkt, oh, weet je wat? Sterf allemaal. Of we kappen ermee en ik ga gewoon naar huis. Nee. Of zie je dan op tegen een tweede helft? Nee, dat niet. Nee, ik vind afspraken is afspraken en dan maak ik gewoon mijn ding af. En uiteindelijk maakt niet uit hoe lang je moet lullen. Je kan mensen wel weer zover krijgen dat ze je aardig vinden, denk ik. Anders spoor je niet helemaal, misschien. Of het interesseert je niet. Het interesseert me genoeg dat ik het dan weer goed wil maken voor de mensen die je kaart hebben gekocht. Ja. Daarom. Ja. En je zei net al, het gebeurt zelden meer dat je er niks mee kan, anders dan in het begin van je carrière. Wat is als je helemaal teruggaat naar het begin van je carrière, sowieso over welk jaar hebben we het dan? Het speel vanaf toenaf mijn dochtertje geboren is, 2011 speel ik. Dus dat is 9 jaar nu. Ja. En dan wil je dingen, verhalen weten van het begin. Nou ja, ik wilde vragen, wat is echt de heftigste herinnering die je hebt aan de begintijd? Of even de eerste shows misschien, die echt helemaal misging. Ja, helemaal misging. Of een andere, als je zegt, ik heb wat voorbereid. Ik weet iets veel beters te vertellen. Ja, er zijn er al een paar voorbij gekomen in die prachtige podcast van jou natuurlijk. Het verhaal van Hassan. Hè? Dat was ook prachtig in Bergen. Ook weer met interactie was dat toen aan de gang. En ik speelde en die gekke vent, hij wist nog wel zijn naam. Wacht even, dit is aflevering 5 met Hassan El Rahoui. Ja, luister die ook even. Ja, luister die. En Hassan vertelde, hij was MC bij die show in Bergen, Noord-Holland. En op een gegeven moment, ik denk dat het erom gaat dat er 3 gasten binnenkwamen. Nee. Zat een of andere gekke racist, die zat buiten. Die werd uiteindelijk mee naar binnen gehaald. Ik wist niet of dat hij het van plan was. En daar heeft iedereen heel de avond spijt van gehad. Ja, oké. Okay. Die vent. Ja. Ja. En daar ga ik interactie mee aan. En ik maak ook iets, ik zeg iets gemeens tegen hem. En dan reageerde die echt raar op. Ik zeg, gaat het wel? Sorry. Hoeveelste in de line-up was je? Ik was de afsluiter. Afsluiter, oké. De laatste volgens mij. Of Marco Lopez, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het was volgens mij 4 allemaal hetzelfde op een avond. Plus, en iedereen was al met hem bezig geweest? Ja. Maar ik was wel later in, want ik wist al wel wie het was. En dus ik denk, nou, ik doe ook nog 1 keer gemeen. Dat vindt hij vast leuk. Dat heeft hij al heel de avond. En ik zei iets gemeens en daar reageerde hij zo raar op. Ik zei van, geintje, gaat het wel? En toen begon hij een heel zielig verhaal over dat heel zijn leven naar de knoppen was. En hij bleef ook maar praten. En dan voel je niet echt van, nou moet ik nog een keer gemeen zijn. Want het deed echt zoveel zeer. Maar ja, ik wil ook niet dat hij een kwartier van mijn set gebruikt om zijn zielige verhaal te doen. Precies. Dus toen heb ik uiteindelijk ook gevraagd, wat vervelend, maar vind je het oké voor al die andere mensen die dus geld betaald hebben om te lachen vanavond, dat we dat dan doen en dat ik dan na de show met jou een biertje drink en dat we het dan over al jouw problemen hebben. En dat vond hij goed. Dus het klinkt alsof jouw hele comedycarrière gewoon een excuus is om achteraf met mensen een biertje te kunnen drinken. Zolang ik maar niet naar huis hoef. Dat is eigenlijk mijn ding. Ja. Dus als je luistert en je hebt zin om bier te drinken, ik ben alle dagen van de week beschikbaar. Kom naar een show, vertel iets persoonlijks en iets ongemakkelijks. Ja, en je krijgt dan een biertje. Krijg een biertje en dan worden we beste vrienden. En eigenlijk moet je, dat is trouwens wel een idee ook, om vast zo iemand bij te hebben die in het publiek zit. Oh, daar ga ik nog een keer wat mee doen. Gewoon een figurant die iedere avond meegaat en die zoiets fucking ongemakkelijks doet. Ja, dat is spannend. Nou weet iedereen het al, maar dat is een plan. Ja, ja, ja. Maar maar wel. Of die mij op mijn bek slaat of zo. Dat het echt matter wordt. Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ja, niet om op mijn bek geslagen te worden, maar. Ja. Brandon Burns heeft een show gehad, Australische comedian. Ja. Die had een show waarin 2 mensen in het publiek, en hij is best wel offensive, dus beledigend zeg maar, of heel erg uitgesproken over bepaalde onderwerpen. En er zat een scène in dat 2 mensen echt gewoon hem aan beginnen te vallen, verbaal vanuit het publiek, en op een gegeven moment boos weglopen. Okay. Wat een hele rare sfeer geeft in de show. En uiteindelijk
aan het einde van de show komen ze er weer bij en blijkt het doorgestoken kaart te zijn. Oh, wow. Heel goed opgezet, want je twijfelt aan alles. Want je denkt, dit kan niet echt zijn. Maar het, nee, maar het is wel heel goed. En super spannend ook. Ja, ja. Want vertel even, wat gebeurt er met jou? Of hoe voel jij je op het moment dat iemand dus opleest, de uitvaart is in besloten kring? Ik heb zelf veel ervaring met dood. Die snapt meteen dat dat heel veel zeer doet. En dat ik daar niet grappig meer over mag zijn. En dat is het enige instrument wat ik bij heb. Dus ik kan niet meer werken, laat ik het zo zeggen. Ik voel dan ook meteen, dat nu minder denk ik, maar destijds ben ik echt aan het afleren. Wil je ook echt dat iedereen het leuk vindt? Dan heb ik ook wel zoiets van, nou, vindt iemand het niet zo leuk, dan is dat zo. Niet dat dat vaak gebeurt, maar het zou me minder boeien. Dan fuck alle tekst die ik had bedacht, alles wat ik wilde try-outen. Ik wil eerst weer dat iedereen elkaar aardig vindt en dat we door kunnen. Ja. En wat bleek dus, in de pauze ga ik naar de tool en blijkt dat die uitvaart van een besloten kring helemaal niet een bekende van de was, maar gewoon iemand die ze via de winkel kende. En toen zei ik ook, fuck, echt. Hebben we ons daar zo lang ongemakkelijk over gevoeld? Lieg dan van, vergeet geen aardappelen te kopen of zo. Ja. Dus ik heb er nog een screenshot van. Ah, dat was echt te belachelijk voor woorden. Of een cliënt van er of zo. En, ja, dat ligt dan gewoon. Ja. Ja. Nou ja, ook de reden dat ik het vraag, als je zelf in de zaal zit en er gebeurt zoiets, of als comedian zit je misschien achterin terwijl het bij een collega op het podium gebeurt. Ja. Iedereen voelt natuurlijk op dat moment, wat ben ik blij dat ik niet daar hem ben en niet haar. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, maar het is ook wel leuk. Nu vind ik het leuk. En als het dan helemaal gefixt is daar weer op het podium, vind ik het ook weer leuk. Ja. Snap je? En dan kan je er ook nog 5 keer op callbacken tijdens het spelen van, dan heb je het weer goed gemaakt. Ja, dan weet je dat je later nog grappen maakt die daar weer op teruggrijpen. Precies. En daar zat ook een stukje in over de dood. En ja, dat is niet die uitvaart. Als je het alleen maar laat vallen, dan vinden mensen het oké. Ja. Ja. Dus ik ben niet vergeten dat ik net een sms heb gelezen over uitvaarten. Ben ik niet vergeten, nee. Ja, jij hebt blijkbaar... Ik heb een lijst. Jij hebt een lijst. Is dat heel erg? Nee. Nee, dat doet niemand. Ja, ik vind het sowieso echt een goede podcast om oude pijn te herleven. Ik vind dat tof. Nou, ja. Kom op met je pijn. Ja, ga liggen pijn op de bank en gooi het er allemaal uit. Het is een veilige omgeving. Net. Het is namelijk het internet. Het is het internet. Niemand kan je vinden. Net zoals ik het bijvoorbeeld ook heel fijn vind als je ruzie hebt gehad met je vrouwtje, om dan daarna nog even te bespreken waar de ruzie over ging. Dat is heel fijn. Dat is een heel goed idee. Heel goed, ja. Och, ja, toen ik net begon, had ik de Comedy Slam gewonnen. Comedywedstrijd is dat voor beginnende echt beginnende comedians. Dus, ja. Die had ik gewonnen. En dat moet ik even uitleggen. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende wedstrijden. Je bent zelf finalist van Kamaretten geweest. Ja. En Kamaretten is een hele grote wedstrijd. En dat is gewoon de finale is in het nieuwe Luxor. Ja. Finalistentour gaat langs gewoon allemaal grote theaters door heel Nederland. De Comedy Slam bestaat inmiddels niet meer. Nee? Volgens mij... Nee, onder voorbehoud. Dat is een wedstrijd voor beginnende comedians. Ja. Dat is niet in het nieuwe Luxor. Dat is niet langs grote theaters. Dat is echt gewoon in kleine kroegjes. Misschien een kroegje met een achterzaaltje. Ja. Maar dat is het. Bij mensen thuis. Nee, dat is de onzin. Wel comedy shows. Het is heel kleinschalig, maar het is leuk. Als je begint. Als je begint. Zeker weten. Okay, dus dat om even een beetje de schaalgrootte. De context, ja, precies. Ja. En toen had ik die gewonnen. En toen heb ik ook heel veel moeten spelen. En toen iemand was bij een van die shows geweest. En die ging toen in de hotelschool een diner houden voor het goede doel. En wij waren dan de dinnershow. Wat al een geweldig concept is. Eten en lachen. Toch? Wie doet dat niet? Vooral tegelijk. Tegelijk. Dat werkt echt heel goed. Ja, het werkt. wat staat jou tegen aan dinnershows? Je moet energie hebben.
Dat heb ik niet als ik eet. Dan wil ik uitbuiken. Je moet aandacht hebben. Dat heb ik niet, want ik sta naar mijn bord te kijken. En ik moet mijn bek al houden als ik aan het eten ben. Dan wil ik met die mensen praten als ik niet aan het eten ben. Maar dan gaan wij lekker ertussendoor kletsen. Hey. dus nee, dus niet voor mij. Ja, als je me echt wil voor hoop geld, doe ik het. Maar voor de rest, nee. maar die had toen een dinnershow in een hotelschool voor een benefiet. En wij waren de act. En toen had iemand tegen die gast gezegd die het organiseerde. Van nou, dan kondig jij de act maar aan. Dat scheelt alweer een MC qua geld. En als je dan eventjes in het begin 3 keer om applaus vraagt. Hè, want wie weet dat niet. Ja, dat is... Nee, toch? Ja, de alles wat trappen. Je moet weten ja. Om te MC'en. MC 101, doe 3 verschillende applausen. En dat hadden ze mij uitgelegd. Nou, dan klap je zo. Als je het een beetje leuk vond, klap je zo. Als je het superleuk vindt, klap je zo. Even dus les 101. En als je het fantastisch vindt, hoe klinkt dat dan? Blah, dat hadden ze mij uitgelegd. En ik was de eerste act en ik sta achter klaar. En hij zegt, nou, hier komt de eerste act, Emiel van der Locht. Dus ik loop op en ik sta daar. En hij blijft naast me staan en zegt... Als Emiel nou een grap vertelt die niet zo leuk is. En toen stond ik daar dus nog 2 minuten zo alvast voorklappen te krijgen voor hoe slecht ik wel niet... Ja, kom op, dat krijg je niet bedacht, man. Oh, dat is erg. En dan moet je nog. Oh, dat is echt zo slecht. Ja. Oh. Ja. Even voor de notulen. Welke 2 minuten van je optreden zijn het belangrijkst om het publiek voor je te winnen? De eerste. Oh, wie bedenkt dat nou weer? Oh, maar hij heeft serieus gewoon die applausjes laten doen terwijl je er stond. Terwijl ik er stond en dan aan het einde gezegd, nou, dan geef ik de microfoon nou aan Emiel. Dan kan hij beginnen. Oh, dude, echt? Oké. Okay. En dat is ook al zo sneu als je de microfoon zo... krijgt. Aangereikt krijgt in plaats van dat je hem gewoon uit het statief kan pakken. Of kan kiezen om hem in het statief, in ieder geval dat jij kan kiezen. Dat ik de baas ben. Hier, niet laten vallen, hè? Oh, dat is zo pijnlijk. Oh, ja. En hoe lang speelde je? Toen was ik nog geen jaar aan het spelen. Dus ik zou daar kwartiertje zou ik moeten doen. Ja. Hoe ging dat? Ja, fantastisch. Ja, dat is echt mijn grote doorbraak. Nee, totaal niet. Echt totaal niet. En daarbij had ik ook nog hele... Als je begint ook wat makkelijkere, grovere grappen. En ook wat seksistische grappen. Zulke dingen om de makkelijke lach te krijgen. Die zaten er zeker tussen. En het was dus een hotelschool voor kinderen van 16, 17 met hun ouders. Nou, laten we het dan eens even lekker over masturberen hebben. Oh. Ja... En beschrijf eens in wat voor zaal dit was. Ik heb een geen beeld. Geen zaal. Nee, in het restaurant van de hotelschool waar ze normaal hotelschoolles krijgen. Ja. Daar hebben ze een trapje om naar de gang te gaan. Jullie staan op het trapje. Fantastisch. Doen we. En mag er daglicht bij? Tuurlijk, gaan we regelen. Dus alle condities waren er. Ja. En is er wel geld opgehaald voor het goede doel? Niet op basis van mijn optreden. Nee, ik denk, ze hadden het al afgekocht, want als je daar ging eten, dan dat was de donatie. Ja. Ja, dus het ging niet met de pet rond of zo. Ja. Dus die was heerlijk. Fijn dat ik die verhalen weer ophaal. Ja, het is een klassieker uit de serie. Ja, leuk bedacht. Ja. Nee. Nee. Nooit meer doen. Niet doen. Nee. En dan zelf ook niet de ervaring rond die tijd hebben van... Nou, laten we dat niet doen. Maar die had ik ook niet kunnen weten dat hij die klapjes op het podium ging doen. Want anders had ik dat van tevoren wel gezegd van... Nee, dan doe ik het zelf wel. Loop ik wel op. Ja, precies. Zonder aankondiging. Ook prima. Ja. Beter dan dit. Nou, dat inderdaad ook. Als nu iemand zegt, wat moet ik zeggen? Lama. Zeg maar alleen mijn naam. Dan is het ook en als je dat ingewikkeld vindt... Niks. Laat ook die maar zitten. Ja. Ja. Ja, het gaat altijd fout. En ik probeer in deze podcast zo min mogelijk mijn eigen verhalen de hele tijd te vertellen. Maar ooit deed ik een show met Vincent Geers. En de man die ons aan moest kondigen, dit was voor een hele vervelende club accountants en boekhouders. Waarvan wij van tevoren dachten, dat zijn gewoon nette, cijfermatige mensen. Beetje saai, maar dat is het. Saai, degelijk, maar prima. En die man zei, hoe moet ik jullie aankondigen? En wij zeiden, joh.
Dat maakt niet uit. Desnoods zeg je dat de strippers er zijn. Met een hele dikke knipoog. En een bord erbij waarop stond, dit is een knipoog, gast. Doe dit niet. Nou. En hoe deed hij het? Aangekondigd als de stripper. Heel fijn. Maar dan moet je ook niet te flauw zijn en gewoon je broek uittrekken, toch? Vind ik. Ja, je bent betaald. Hè? Je bent een professional. Ja. Dan gewoon je lul laten zien. Ja, ja. Maar ik, zo goed betaald was het niet. Oké. Okay. Ja, wat is het bedrag waarvoor je wel je lul... Niemand ziet dit, dus ik heb wel geld bij. En door naar je volgende verhaal. Yes. Even kijken hoor. Ik vind het mooi dat je ook echt een heel bestand hebt gemaakt. Ja, joh. Ja, ik moest hem inkorten, want anders zitten we hier een paar uur. Nee. Bedrijfsoptredens. Ook leuk. Net zo leuk als dinnershows, denk ik. Wat vind je van bedrijfsshows? Vaak is ook weer de plaats klopt gewoon voor geen meter. En de mensen die erop afkomen, die weten het dan bijvoorbeeld weer niet dat het is. En die denken van, oh, dan zie ik mijn collega een keer buiten werktijd, kunnen we lekker biertje drinken. Maar nee, je moet weer je bek houden. Je moet wachten tot Emiel een ongemakkelijke situatie creëert. En dan mag je erover met praten. Emiel bier drinken. En laat dat maar aan mij over. Hè? Toen, ja. En de eerste solo die ik had, zat een improvisatie over masturberen in. Ik vind ongemakkelijk heel leuk. En dat werkt in het theater ook echt als een motherfucker om daar gewoon met mensen over te praten. Sowieso denk ik wel grappig. Ik weet niet of ik dat nou nog zo zou doen, maar goed, dat toen zat erin. Wel, ja. En in die tijd werd ik dus ook gevraagd voor een bedrijfsoptreden. En toen dacht ik van, nou, bij wie zal ik dan eens die improvisatie doen over masturberen? Laten we de grote baas doen. Niet zo'n goede keuze. Denk maar, ik. Nou ja, op welk moment besloot je dit? Op welk moment bedacht je tijdens, ik pak was? Tijdens het spelen. Maar als iedereen een hekel heeft aan de baas, oké. Maar deze baas was echt wel heel populair ook. Dus het was echt een leuke baas. En nee, het werd een. En wat voor bedrijf was dit? Een bouwbedrijf. Ja. Ja, dus ja. Als de baas daar een populair, dan hebben we het ook echt wel over de zilverrug. Ja. Ja, echt de alfa. Ja. Ja, hij zat ook op de rots en de rest liep er rondomheen. Dat was de opbouw van de stoelen. Ja, wel weer kunnen halen, maar dat je ook achteraf denkt, nee, dat moet je ook niet doen. Nee. Nee. Daarna heb ik hem ook niet vaak meer gedaan, de improvisatie over masturberen. Nee. En ik ben nu wel nieuwsgierig, want het is uit je vorige programma. Wat was ongeveer... grappen? Wij zitten nu met luisteraar en al in een zaal met bouwvakkers. Ja. Emiel van der Log staat op het podium. Mijn vraag was of dat als... Het begon met de grap. Zitten de pornoproducenten in de zaal? En zo ja, heb ik een vraag. Moet die close-up van die man zijn gezicht er echt in? Had ik. En dan speelde ik dat heel erg. En dat ik die gast niet zou zijn. En toen ging ik met mensen praten over nou, wat hij dan deed als die vent zijn close-up in beeld kwam. Van die pornoacteur. En dat vroeg ik dus aan de baas, vroeg ik aan iedereen. En dan reageerde ze dan op van, ah, dan kijk ik weg. En dan zei ik, oh, ben je homofoob? Of ik blijf kijken, ben je homo? Allemaal super standaard. En hoe kwam daarna dan ook alweer? En tering, dan moet ik echt mijn oude grap opzoeken. Wat zei die? Hoe reageerde de directeur? Ja, die sloeg eerst helemaal dicht. En hij zat ook de signalen van ga maar door, ga maar door. En hij was ook wel degene die de rekening betaalde. Dus ik had ook door moeten gaan. Ja. Maar nee, niet aangevoeld. Nee. Ik weet echt die grap niet meer, het spijt me. Nee, geen idee. We hebben een idee het literaire het niveau. Het was ongemakkelijk in ieder geval. Maar als je een leuke verhaal hebt over masturberen, mag je me altijd DM'en. Yes. Ja. En doe jij nu nog veel bedrijfsoptredens? Nee. Nee, eigenlijk niet. Sowieso weinig aanvragen ervoor. En als ze wel eens komen... Ik vind dat er moet wel echt serieus geld tegenover staan. Want ik verdien met mijn normale werk echt wel genoeg om dat niet nodig te hebben. En zo fijn voelt dat niet. Dan speel ik liever een normale comedy show. Dan ga ik ook met veel plezier naartoe en naar huis. Ja. En dat is bij bedrijfsoptredens heb ik dat niet zo.
Voel je toch een beetje een hoer, deze zo. Ja. Ja, toch? Doe jij er veel? Nee. Ik ben een tijd geleden ben ik er echt voor mezelf mee gestopt. Ja. Althans, ik heb echt de keuze gemaakt. Ik doe ze alleen nog als het een aanvraag is voor een bedrijf waar ik een heel goed gevoel bij heb. Ja. Of voor iets wat ik zelf heel erg leuk vind of iets waar ik affiniteit mee heb. Ja. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld kreeg ik een aanvraag voor een hele grote fietsclub die werd opgericht. Dat was dat ik dacht, oké, weet je, dat gaat om sport en om fietsen en dingen. Zo, dat zijn, weet je, daar heb ik affiniteit mee. Leuk, dat wil ik wel doen. Ja. En ik doe met Edo Berger, waar ik de Q-musical mee doe, doen we wel af en toe bedrijfsmusicals. Ja. Maar dat is heel anders, want daar zijn we met z'n tweeën. Ja, dan is het ook al anders. Ja, dan ga je ook met z'n tweeën leuk naartoe en precies, terug naar huis. Ja, dus dat, want dat is ook het ding met zo'n bedrijfsoptreden. Je komt daar, En dan wachten en wat, tussen het volk staan. Oh, zal ik een praatje maken? Ja, precies. Want wat is het meest ongemakkelijke bedrijf waar je wel eens opgetreden hebt? Of beschrijf eens hoe zo'n optreden voor jou voelt of gaat. Dat was in Rotterdam, ergens in zo'n skybar. Echt hartstikke hoog. Daar keken we over de Maas uit, supermooi. En helemaal perfect geregeld, ook met diner en alles erbij. Dat kon ik dan gelukkig wel apart in mijn kleedkamertje opeten. Want ik heb weinig interesse om ook nog de hele tijd tussen het bedrijf te zitten. Ja, want je hebt ze ertussen die zeggen, en dan kom maar je gezellig bij ons aan tafel. Ja. En dan zit iedereen om je heen zo, oh, dit ga je zeker gebruiken zometeen. Ja, dat. Dus ik zeg even niks meer. Ja. Ik probeer wel dan het feest een beetje mee te maken. Kijken of dat daar wat gebeurt waar ik iets mee kan. Ja. Dus die tijd ben ik er dan wel, sta ik ergens achterin. Maar dat waren het waren onderwijzers volgens mij. Alleen maar leraren uit mijn hoofd. En er was een jazz trio speelde. En ik moest daarmee wisselen. Dus eerst het jazz trio. Dan zou ik een half uurtje comedy maken. En dan weer het jazz trio. Maar... Nee, ook niet geslaagd. Oh, en waarom niet geslaagd? Wat gebeurde er? Ook weer helemaal geen aandacht. De format klopte helemaal niet. Ik sta tussen de instrumenten van het jazz trio. En ik had eigenlijk helemaal geen plek. Ook maar een halve microfoon. En bleek dus achteraf dat ze die voorste drie tafels, die hoorden het perfect. En de achterste vijf niet. Fijn. En wat doen mensen als ze iets niet horen? Als het lekker stil is, dan gaan ze praten. En geef ze ongelijk. Ja. En dat was de vibe waar ik tegenin moest spelen. Heb je wel vaker voor leraren gespeeld? Nee. Hoezo? Mijn ervaring met leraren... Ja, ze willen ook graag even erboven staan. Geweldig beroep en fantastische mensen. Ja. Kees van Amstel bijvoorbeeld. Fantastische man. Maar als leraren een keer als groep de kans hebben om zelf door iemand anders heen te lullen. Ja, ja. Die grijpen ze met twee handen aan. Ja. En een doggy bag. Ja. En een Tupperware bakje voor me. Ja. Echt, jongen. Ja, dat gebeurde ook. En of dat dan door de audio kwam of door hun karakters, dat zal ik niet weten. Wat wel over hun karakter te zeggen was, is dat ik toen wegging. En die paar mensen vooraan, die kwamen ook van, leuk. En ik heb echt moeten lachen. En halverwege, die heeft het dus maar half kunnen volgen. Die zocht me nog even op om te vertellen. Ja, Emiel, dat was niet echt heel goed, hè? Wat vind je daar zelf van? En die wou nog dat ik er een rapport over maakte hoe het was gegaan. Serieus? Oh. Ja, bijna. Om het dan nog even lekker 10 minuten door te nemen. Denk je dat ik zelf niet door heb dat het kut was, toch? Oh, die is zo pijnlijk. Ja. Maar uit beleefdheid en omdat je betaald bent, laat ik dit gesprek gewoon afmaken. En in je hoofd, oké, nog 5 minuten, nog 4 minuten. Ja, dat bleek dus uiteindelijk 25 minuten te zijn. Allah. Ik rijd naar huis, ik stuur mijn rekening en ik ga heel lang douchen. Ja. Prachtig. Ook een bedrijfsoptreden inclusief een diner. Dan heb je al... Ja. Dan heb je het beste van beide werelden. Hè? Een dinnershow en bedrijfsman, mensen. Heel goed. Win-win. Elektra Podcast is reclamevrij. En wat mij betreft blijft dat zo. Maar ik betaal natuurlijk wel kosten voor apparatuur en voor de server. En ik steek er een hoop liefde en tijd in. Wil je me steunen in de kosten, dan kan dat via een eenmalige donatie via PayPal of een kleine maandelijkse bijdrage via Patreon.
Zou je me bijvoorbeeld in de kroeg een drankje geven omdat je de show leuk vindt? Nou, dan is de prijs van zo'n drankje al een heel mooi bedrag. Hoe het allemaal in zijn werk gaat, lees je op elektrapodcast.nl. En om toch heel even reclame te maken, op woensdag 4 maart organiseer ik in Utrecht een benefietshow met Pieter Jouke, Howard Komproe en Dolf Jansen. De opbrengst van deze comedy show gaat naar Stichting Kika tegen kinderkanker. Je kaartjes kan je kopen op www.utrechtcomedyweek.nl. Nu snel weer terug. Jij, volgens mij vrij snel al ben jij gaan spelen voor Puree, impresariaat. Ja. Ja, die had ik aan de hand van de Kamaretten-tournee. Ja. En Kamaretten heb ik in 2004 gedaan, dus 14, ja, ja, sorry. Denk ik. Ja, dus als je 3 jaar bezig... Ja. Want dan heb je een impresariaat wat gewoon filtert wat je wel of niet klopt. Doet. Ja. Maar ja, als je rond die leeftijd qua spelen bent en jouw management zegt van nou hier, je moet deze avond doen en je krijgt er, weet ik veel, 1500 euro voor. Ja, dan wil ik dat doen. Ja. En dan denk je ook van dat wordt net zo leuk als de rest van de week. En dan nog 1500 euro erbij. Nou, winnen. Ja. Ja. Dus toen deed ik er wel wat meer, ja. Ja. Ja, en weet je nog een show die je hebt gedaan waarvan je dacht, wie op het impresariaat heeft in godsnaam in zijn hoofd gehaald dat dit een goed idee was? Nee. Nee, dat is volgens mij echt dan die lerarenavond geweest. Dat was de ergste qua bedrijfsoptredens wel. Okay. Zoveel heb ik er ook niet gedaan. Nee, valt er mee. Ja. Wel, als je het hebt over wie had bedacht dat dit een goed idee was, heb ik er nog wel één. Graag. Er was een, ik weet niet meer in welke stad het was. Was een comedy tour met een stuk of 15 comedians. 3 comedians per plek. En één van die 5 plekken was een heel groot theater. Alphen aan den Rijn of zo. Nee, zoiets rond Rotterdam in de buurt. En één van die 5 plekken was theater. Die andere waren kroegen. En wij werden ingedeeld om in het theater te spelen. Waar de mensen, nadat ze 1,5 uur bij Claudia de Breij keihard hadden gelachen, nog even een drankje gingen doen. Of dat wij dan het naprogramma gingen maken. Oh, dude. Dat, hè? Ik wil alle pijn. Ja, dat was heel pijnlijk. Ja. Hoe kan je dat winnen? De Claudia de Breij die prijzen wint, die zalen volzet van 1500 man. En dan wij met onze, hey, wie houdt er hier ook niet van rijst? Stonden we op een kratje, ja, zo'n mini podium van 1x1, wat ze bij de Joker ook hebben. Zo'n houten ding, zeg maar, hadden ze weggelegd. In de foyer waar mensen nog wel gingen drinken. Ja. En die mochten dan onze theatershowtje, stand-up comedy showtje doen. En Risa was MC uit mijn hoofd en de andere act was Klaas Prins, denk ik. En we gingen met z'n drieën gingen we dan nog even stand-up maken. Maar dat, wie zit daarop te wachten, toch? Niemand. Nee, je gaat ook niet na neuken daarna weer porno kijken meteen. Toch? Dat is de slap aftreksel van wat je net gedaan hebt. Dus slap aftreksel. Zou... Ja. Oh. Scherp. Dus wie gaat dat leuk vinden? Niemand. Ja. Ja, 2 hele sympathieke oude dames die vinden het, die zien hoeveel pijn je hebt en die vinden het dan leuk. In de zin van, ah, het is zonde jongens, laten we net doen of dat we het leuk vinden. En toen was de afspraak van, nou, we doen 1,5 uur. En dat werd allemaal 3 minuten. Fuck it, we moeten weg hier. Dit slaat nergens op. Nee. Oh, wat een... Erg. Verschrikkelijk idee. Ja. Ik heb ook gelijk het beeld in mijn hoofd bij... Ik was een paar weken terug bij een concert in de AFAS Live. En dan is er achteraf boven... En, op een lullig podium staat er ook nog een lokaal bandje. Waarvoor het te gek is dat die... Ja. Kunnen zeggen, we hebben gespeeld met grote naam in de AFAS. Met is al beter dan na. Ja. Oh. Ja, en waarom? Waarom? Eentje waar ik benieuwd ben naar jouw ervaring, ook omdat die eerder te sprake is gekomen in deze podcast, in de aflevering met Bas Birker. Oh, de Zwarte Cross, bedoel jij? De Zwarte Cross. Want in datzelfde weekend, sowieso, voordat we naar de Zwarte Cross gaan, stonden wij ook samen op hetzelfde podium op Paaspop.
Ja, en ik gebruik het woord podium in deze context. Die heb ik niet eens op mijn lijst gezet. Wat stom. Oh. Heel erg. Oh. Dat is heel erg losjes. Dat is nog te vers trauma om me op mijn lijst te zetten. Oh, de fucking paaspop. Oh. Maar vertel even. Want ja. Het is het leuke, we kunnen hier een soort side-by-side vergelijking doen. Ja. Wat daar wel of niet speelden wij? Ja, wij speelden op dezelfde dag. Ja. Paaspop en Zwarte Cross was precies hetzelfde idee van, oh ja, wat een goed idee. Nee. Nee. Ja, want waar wij op Paaspop samen speelden, was een, normaal was het denk ik in gebruik als soort oud-Hollandse poffertjeskraam. Ja. Want het was zo gewoon zo'n houten kermiskraam, zeg maar, die neer wordt gezet. Met schilderijen aan de zijkant of geschilderde dingen van winterlandschappen en schaatsen. Ja. Dit was Paaspop, wat uiteraard met Pasen viel, maar een bloedhete editie van en, Pasen. En wat het nog warmer maakt is dat wij de hele tijd poffertjes moesten bakken tijdens het spelen. Dat was helemaal kut. Het was warm. Ja. Maar ook mensen konden daar gewoon naar binnen lopen. Er kon een mannetje of 40, 50 in op klapstoeltjes. Ja. Het licht was één... Aan. Ja, aan. Aan. En plus zon. Aan plus zon. Aan plus zon, maar ook een goedkoop ledlampje. En van die goedkope ledlampen, die kunnen of in te wit-wit of in te geel-geel. Daar zit niks tussen. Dus hoe dan ook zie je eruit als iemand die op de EHBO aankomt en zegt, ik voel me niet zo lekker. Ja. Daartegenover was een hele grote tent met een soort house-programmering of zo, denk ik. Ja. En wij stonden in de hoek. Dat is ook geen onbelangrijk iets. We hoefden niet de poffertjes te bakken, maar wij stonden wel in de hoek van het hele foodplein. Ja, ja, klopt, ja. Hoe ging je show? Heel lekker. Echt heel lekker. Heel, heel lekker. Want toen hebben we er allemaal drie gedaan, hè? Wij rouleerden toch, of zo? Ja, we waren met drie. Jij, ik en een jongen waarvan me de naam even ontschoten is. Sorry daarvoor. Van de Boiler Room heb ik hem ooit... Ja, oké. Oh, we worden weer bevrijd. Ah, dat is tof. Oké. Het rolluik gaat omhoog. Och, we hebben het gehaald. Maar inderdaad, we waren met drie en we zouden alle drie om de beurt 20 minuutjes, denk ik, spelen van een half uur. Ja, en was het dan één? Ja, je deed één showtje in je eentje, 20 minuten. Dat was de afspraak. Ja. En dan weer 20 minuten pauze of zo. En dan de volgende, of half uurtje. Ja. Ja. Ja, hoe ging die van mij? In de eerste echt wel aardig, de tweede ook nog wel. Voor de condities die er waren. Maar de derde was tijd dat mensen lam worden. Wat ik zelf ook doe op een festival, dus dat neem ik niemand kwalijk. Nee. Maar die gast die was dus blijkbaar op het foodplein om weer een beetje nuchter te worden. Zo dronken was die. En die hekkelde op zo'n bijzondere manier. Hecklers, normaal hebben die dan ook het lef om in ieder geval erbij te blijven. Maar hij liep steeds naar binnen, hekkelde en liep weer weg. En... En dan kan je hem niet pakken. Serieus? Ja. Oh, wauw. Ja. Ja. En volgens mij heeft toen die andere jongen... Ik ben ook zijn naam kwijt helaas. Die heeft toen volgens mij... Die keek naar mij en die is toen nog om gaan lopen om de organisatie bij te halen. Van hou die gast tegen. Want die komt iedere keer even hekkelen binnen en dan gaat hij weer weg. Oh, jee. Ja, want dus nog... die gate zoals we het beschrijven, zeg maar... aan de kopse kant, zeg maar, zat er een barretje in. Daar speelden wij op een klein verhoginkje. Ja, ja. Maar echt 40 bij 40. Ja. Dan al die stoeltjes. Maar ook de achterkant of de ingang. Dat was een redelijk glazen wand. Of met heel veel ruitjes en gewoon een deur. Ja. En laten we die openzetten, want het is warm. Ja, die moest open, want het was bloed en bloedheet. Ja. Oh, wat riep die? Wat deed die? Ja, je kon hem ook nog maar half verstaan. Gewoon zoals dronken mensen kunnen denken dat ze grappig zijn. Niet eens, weet ik veel... Of dat hij aan het schelden was. Hij liep even binnen. En dan weer weg. En dat dan de hele tijd. Ik zei, nou blijf dan. En dan sprak hij weer buiten vrienden van hem aan. Wat ik niet hoop dat hij vrienden heeft. Denk ik niet. En dan komt hij weer terug. En dat ging zo de hele tijd. Dus ja, hoe moet je iemand afzeiken die er niet is? Dat is verrekte moeilijk. Oh dus, jee. Ja, dat was die derde show, ja. Ja, om negeren. Dan ga je negeren. Maar dronken mensen kun je niet negeren. Want die blijven gewoon komen. Nee, nou ja, ook al zitten ze wel in de zaal. Ja.
Heb je wel eens iemand in de zaal gehad die ook gewoon bij een gewone show echt te dronken was? Nee. Ja, nee. Ja, op de Zwarte Cross, die andere. Dat, daar wel. Ja, ja. Want daar moest je volgens mij de dag daarna heen. Klopt dat? Dezelfde. Nee, ik speelde die avond speelde ik in het Posttheater. Ja? En volgens mij dat weekend was de Zwarte Cross, ja. Denk ik. Ja. Ja. Ja, want dit paaspop was op woensdag of zo. Of nee, het was volgend weekend. Gewoon het weekend daarna waarschijnlijk. Weekend, zoiets, ja. Ja, dan moesten we naar de Zwarte Cross. En luister ook de aflevering van Bas om te weten hoe dat was. Maar dat is ook echt niet te doen daar zo. Want ook, ik hou van de Zwarte Cross. Beschrijf het even voor de mensen die denken, ik heb nu geen tijd om de hele aflevering. Die luister ik straks wel. Ik hou van de Zwarte Cross, dat wil ik even gezegd hebben. Ik wil er hopelijk dit jaar weer voor de vierde keer naartoe. Om te spelen ook. Fantastisch festival. Maar ze hadden bedacht om een stand-up bar te maken. Midden tussen in de Kroegerstraat naast de gay bar. Kom uit de kast. Ha. Zoals ze wel meer prachtige bordjes hebben gemaakt natuurlijk. Ja. Hoogstaand werken. Heel goed. Grossieren erin. Ja. En de andere kant, de metal band. Wie wilde mee de grond in? Ik weet niet meer hoe die heette. Daartussenin. Laten we daar een stand-up club maken. Echt in een beetje de Toemler stijl. Met tafeltjes en een mooi podium aangekleed. Wat het ook mooi eruit zag. Klinkt goed. Klinkt goed, zeker. Het enige was dat ze dan ook nog in die bar, als enige plek op heel het terrein, lekkere beugels schonken. Ja, die grols halve liter beugels. Grols halve liter beugels. Koude beugels. Op een festival. Op een festival. Van, ben je de hele vieze plastic gore biertje? Ben je dat beu? Wil je eens even echt lekker bier drinken? Kom dan naar de stand-up bar. Hè? Niet om te lachen. Nee, kom daar gewoon lekker een biertje drinken. Dus dat zat behoorlijk vol met mensen die veel dronken. en er was een fantastische band. Tussen ons door, we deden half uurtjes om half uurtjes. Het was een half uur, een hartstikke mooie band. Echt super vette muziek. Cyril Directie plus twee andere gasten. Ja. Echt gaaf. En dan wij dat anderhalf uurtje comedy. En hij kondigde ons dan steeds aan. En dan maakten we een mini-line-upje van allemaal 10. En dan is het echt vecht om de aandacht. Dus dan heb ik alle registers opengetrokken van wat grof en plat en kort. Grappen van 5 woorden, langer niet. en dat werkte wel. En soms niet, dan waren ze echt te ver weg. Dit is een gast die liep voorbij het podium waar ik stond te spelen. En die pakt me zo bij mijn ballen. Even. echt vast ook. Dat je voelt, hè? Gewoon op weg van de bar terug naar het festivalterrein. En hij denkt, hey, die ballen hangen hoger dan de rest van de zaal. Die ga ik aanraken. En geef hem ongelijk, want ik heb gewoon prachtige ballen. Dat is zeker weten waar. En die zat erbij. Ja, en gewoon een hele dronk. Je moest het echt er doorheen schreeuwen. Van als ik schreeuw, dan zijn mensen misschien nog bang. En luisteren ze daardoor een beetje. De shows gingen op zich wel, maar wat een slecht idee om dat midden in het terrein te doen. Dat had iedereen die daar stond. Als je deze podcast daar verder mee wil vullen, ik zou gewoon even die line-up opvragen vandaag. Ja. Gewoon iedereen die daar speelde. Ja. Ja. Is er één optreden uit je carrière waar je spijt van heb? spijt van heb? Dat mag. Of misschien heb je er nog één staan. Of een optreden waar je op terugkijkt dat je denkt, oh, dat was verschrikkelijk, maar achteraf ben ik wel blij dat ik het heb gehaald. Dat ik het. Nou, nee. laat ik het sowieso anders vragen. Want zeker in het begin heb je natuurlijk heel veel optredens op kleine plekjes, op rare plekken, open mics, waar het ook gewoon vechten om aandacht is. Ja. Met je beginnersmateriaal. Denk je dat je zo'n situatie als je die met die vrouw had, weet je, die opleest, waar we het begin over hadden met de crematies of de begrafenis in besloten kring. Het lukt je blijkbaar wel om daar rustig te blijven en gewoon te bedenken, oké, nu even mijn materiaal aan de kant. Even ik ga oplossen. Dit recht breien en daarna gaan we verder. Want je hebt ook mensen die kunnen daar gewoon
in vastslaan. En die duiken gewoon materiaal, hun voorbereide materiaal in. En oogklep op en zo snel mogelijk. Ja, ik wil in ieder geval alles gezegd hebben. Doe je wel een fijne avond naar het eindsignaal. Ja. Ja. Maar ja. Nou, dat... denk je dat die shows uit het begin van je carrière, dat die je geholpen hebben om op zo'n moment later in je carrière rustig te kunnen blijven? En dat... Zeker weten. En ik zie ook altijd dit soort dingen wel als, daar heb je heel veel aan. Ik denk dat je de shows waar je wat aan hebt, zijn degene die echt perfect gingen. En juist die helemaal niet perfect gingen, want daar leer je op de vloer ook dingen aanpassen. Dus als zoiets gebeurt, ja, vanaf nu weet ik, heb ik weer iets bij waardoor ik dat makkelijker kan oplossen, zeg maar. Ja. En heb je dus er zeker weten. Eentje waar je op terugkijkt, waarvan je dus denkt, oh, dat was verschrikkelijk, maar wat ik daarvan over heb gehouden is iets wat me gewoon mijn hele comedy carrière nog lol gaat brengen. En profijt. Gaat me helpen. Gaat je helpen. Nou, ik heb sowieso gelukkig niet echt heel erg te klagen dat er weinig mensen zijn. Dus echt dat het pijnlijk weinig is, dat heb ik niet zo heel vaak. Maar daar heb ik... Waar trek jij de grens voor pijnlijk weinig mensen? Ja, 25 zo. Ja. Onder de 25, dan is het wel harder werken. Of 20, ja. Ja, ligt eraan waar je staat. In de Joker is 20. Hey, half vol. Ja, Joker, kleine comedyclub in Antwerpen. Inderdaad, klein zaaltje met 20 man. Kan je een topshow hebben? Kan je een topshow hebben. 20 man in een grote zaal. Oei. En die had ik. Yes. Niet mijn schuld, denk ik. Ik had mijn solo, die had me gezien spelen op Concert at Sea. Waren hele leuke shows ook trouwens. Niks pijnlijks bij. Maar die had mij daar gezien en die haalt me naar het oosten van het land. Het dorpje weet ik niet meer. Naar een theater in een school. Het was het theater van het dorp, maar dat zat in een school. Ja. En daar had hij mijn solo geprogrammeerd. Maar het dorp ging ook een nieuw theater bouwen. En de gemeente had gezegd, vanaf nu moet de aandacht gaan naar het nieuwe theater. Dus jouw oude theater mag geen reclame meer maken. En daar stond ik dus met mijn show, wat niemand mocht weten, blijkbaar. En daar paste 250 man in. En ik kwam aan en nog een beetje kaarten verkocht. Ik denk wel een mannetje of 50. Ik denk, maar oké, dat is in ieder geval... Dat kan. Dat is te realiseren. En een uurtje later vroeg ik van, heb je de volgende kast dan nog? Ja, zeker wel 35, 40. Toen was er al 10 af. En toen net dat voordat... is al geen goed teken. Nee. En toen we net voor aanvang liep hij langs achter en zeiden we, nou, ik heb net even in de foyer gekeken en zeker een mannetje of 20 hoor. Dus toen was er alweer 15 af. Nou, en het waren er uiteindelijk 18 of zo. En laten we dan ze niet allemaal vooraan zetten en alles wegstoppen, maar gewoon even een beetje verspreid zitten. Handig. En dan een solo moeten doen van 1,5 uur. Ja. Wat uiteindelijk echt wel te halen is. Maar je tijdens de eerste minuut denk je al... nog 89 minuten. Oh, nog 88. Oké. Oh, dit kan ik overslaan. Oké, 83. Dus dat was die, ja. Bij 18 man ben je wel snel klaar met kiezen. Wie ga ik vragen? Ja. Om zijn sms voor te lezen. En er is één jongen bij. Masturbeer jij? Jazeker. Ja. Dus, maar daar leer je denk ik heel veel van. Ja. Want je zou morgenavond kom je in hetzelfde dorp, zelfde situatie, er zit 18 man, wat doe je dan? In datzelfde dorp. Ja, ik ben. Nou ja, gewoon een vergelijkbare situatie. Ja, grote zaal, 18 gewoon man. Gewoon het theater. Ja, uiteindelijk afspraak is afspraak, dus ik doe mijn ding. Maar dan ga je echt wel een beetje opvreten achter het podium, dat je denkt, oh, wat wordt dit? En als je dat vaker meemaakt, denk je, dat wordt uiteindelijk ook prima. Ja. Ja. Of maar prima, goed genoeg. Ik kan me voorstellen dat je wel dan zorgt dat die mensen in ieder geval met z'n 18e bij elkaar zitten. Of dat je tegen het theater zegt, joh, kunnen we iets trek fixen? Eens even ergens 20 stoelen vandaan. Zet ze lekker gewoon allemaal op het podium. Op het podium, precies. Of zal ik het in de foyer doen? Of, ja. En daar sloot ik ook nog mee af. Fantastisch dat jullie alle 18e waren. Dan gaan we nu met z'n allen lekker wat drinken in de foyer. En toen zeiden ze bijna tegelijk, we hebben geen foyer. Die was er niet. Nee. Dus dat was heel, heel raar.
Ja, nu weet ze inderdaad ook MC-skills dat je denkt, oh, dan doe ik ze in ieder geval bij elkaar. Of ik flikker de helft van mijn materiaal weg en we gaan gewoon lekker met elkaar praten. Dan is het gewoon een gekke verjaardag waar niemand elkaar kent. Dat is al beter. Ja, dat leer je dus wel door de shit, ja, denk ik. Hey, als je moet kiezen. Oké. Okay. Vanaf nu. Ja. Elke keer dat je interactie met iemand aan wil gaan, is de reactie ofwel, nee. Ga maar door. Nee, ga maar door. Of elke keer blijkt het weer gewoon een doofstom iemand te zijn. Dat is gemeen. Dan kies ik voor de doofstomme. Omdat ik vind interactie wil ik toch echt heel graag erin houden. En bij die doofstomme wist ik het niet. Dus dan doe ik wel gewoon net of iedere keer of dat ik lomp ben. En dan, oh, is dat zo? Ja. Maar die vond het niet erg. Hij begreep alleen niet wat ik zei. Ja. Of, ja. En die andere mensen vinden het erg. Dus dan heb je in ieder geval dan nog gewonnen. Top. Top man, ja. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dat was hem dan. De Elektra podcast met Emiel van der Locht. Vond je het leuk? Deel dan deze podcast met vrienden. En ga naar iTunes of Apple Podcast om 5 sterren en een recensie achter te laten. Ga naar elektrapodcast.nl als je een klein bedrag kan missen om deze podcast financieel te steunen. En zoek Elektra Podcast op social media om het te laten weten wat je van deze aflevering vond. En vergeet niet om kaartjes te kopen voor de Kika Benefiet op woensdag 4 maart in Utrecht via www.utrechtcomedyweek.nl. Heb nog een hele fijne dag. Tot de volgende Elektra. Hoi! Zelfde, de extase. Extase, ja. Ja. Extase, open mic. Nee, maar er kwam een motorbende achterlangs gelopen? Nee, niet achterlangs gelopen. Die kwamen hun nieuwe motors laten zien aan de rest van de stad. En aan het publiek wat comedy wilde luisteren. En het was ook weer warm, dus de deuren open. En iedere keer als je bij je punch bent... En we moesten de microfoon al vasthouden, want die zat met tape aan elkaar. En als je dat niet vasthield door de zon, smolt dat tape of zo, weet ik van, dan flikkerde de plug eruit. Echt heerlijk. Ja. Ja. Maar dat zijn meer de voorwaarden dan dat het echt een scheidshow was.